Wij beschermen de diertjes, de miertjes, de piertjes in onze natuur. Muziek, knutselen en een kampvuur. Nee, dit is geen camping in Zuid-Frankrijk, maar de buurtcamping in Strijp. Een kampeerplek met als doel buurtgenoten die elkaar ontmoeten en leren kennen. Op een camping is het toch anders dan dat je bij iemand aan moet kloppen. En hier loop je gewoon rond of je zit samen te ontbijten, want we eten hier de hele tijd samen. Zijn alle activiteiten en je maakt een praatje. En hoe doe je dat? Gewoon vragen om met je te spelen of zo. Ik ken eigenlijk bijna niemand uit de buurt. Ik vind het wel heel fijn om dan mensen te leren kennen. Het is pas de tweede keer dat de buurtcamping wordt gehouden in het Jacob Oppenheimerpark. Maar het werpt nu al zijn vruchten af. Leuk voorbeeld, vorig jaar iemand bijvoorbeeld hier een nieuwe oppas heeft voor zijn gezin heeft gevonden. Nou ja, dat zijn wel leuke dingen. Echt nieuwe connecties voor de lange termijn. Dus het is eigenlijk afwachten op de eerste buurtcamping trouwerij. Ja, of baby misschien. Ja, je ziet toch dat mensen op dit soort momenten wel wat meer naar buiten komen, zeg maar. En normaal blijven ze toch wat meer in huis of je gaat alleen met je eigen mensen om, zeg maar. En nu zie je dat iedereen door elkaar loopt en dat is zo leuk. Wat doe je hier allemaal? Dansen en workshops volgen. We hebben laatst nog bedjes gemaakt. Dus daar kon je iets tekenen en daar werd dan een bedje van gemaakt. Dat klinkt leuk, maar kamperen is niet voor watjes. Dat ondervonden deze meisjes aan hun lijve. Ja, ik sta wel met mijn ouders, maar ik sta wel alleen. Vind ik fijn. Oké. Ja, maar ook weer niet fijn. Ik heb slecht geslapen. Hoe komt dat? Door de regen. Er kwam regen bij mij binnen. Ook bij jou? Dat ja. Dat was een zwembad daar. Ja, ik was helemaal voeten nat. Ik vond dat niet fijn.